Hallo YouTube, ik ben Tobias. En ik ben Bram. En welkom bij Survival Series 102. 103. 103, ook goed. Ja, bij de kom, handje. Kom, we gaan laten zien wat we gemaakt hebben. Ja, ja. We hebben even een beetje lopen timelapsen. De timelapse die aan het eind van de aflevering. Aan het schaap. En jullie vonden het niet meer leuk dat we een schapenfarm werkten. Dus we hebben even wat getimelapsed. Cactusfarm en gemaakt. We gaan nog... Uiteindelijk heb je volgens mij maar één cactus of zo gekregen. Maar ja, dit hebben we dus allemaal lopen timelapsen. Flink aantal groene schapen. Meerdere hokken. Hier komt nog paars in. Maar paars zit nu in de lichtblauw. En lichtblauw zit nu bij blauw. Hier, Bram? Ja? Dit is het lichtblauwe hok. En dit is het donkerblauwe hok. En daar zit een lichtblauw schaap. Huh? Volgens mij is er iets misgegaan. Dit hoe we het hebben gedaan, ik heb de hokken gebouwd, Bram heeft de schapen gevuld, dus dit wordt paars, dit wordt lichtblauw. Dus Bram heeft het eigenlijk verpest en ik heb het goed gedaan. Kan je die signs even weggaan? Ja. Maar wat gaan we deze aflevering doen? We gingen op varkens rijden. Ja, we gingen op varkens rijden en dan Bram ging met pompoen vechten. Waar gaan we een varken vinden? Bij het kasteel zijn varkens. En we gaan eens een visengel maken. Ja, maak jij een visengel met en ik ga even wat wortelen pakken. Ja, we gaan de schapenfarm gewoon timelapsen de hele tijd. En dan kunnen jullie andere dingen zien die wij doen. Ik heb pompoen niet bij me in het gevecht. Hou je pompoen maar, hè. Ik ga pompoen nou ophalen. Jij zult pompoen bij je hebben. Ik... Ik zal pompoen bij me hebben. Het is geen keuze, het is zo. Je hebt pompoen nou eenmaal bij je. Of niet? Jawel. Dan heb ik 4 diamond swords bij me. Of 3, ik weet niet. Hallo Tobias, leuk om door je kamer heen te lopen. Dat was mijn verhaal. Oké, heb je... visengels. Ik weet al wat ik met pompoen heb gedaan. Dan ging ik toch een keer naar de Nether. Is pompoen in de Nether? Oh, dat meen je niet. Of we hebben ergens een prullenbak, dat kan ook. Of lava. Oké, dan ga ik wel gewoon een... Ik heb hem! Jee. Pompoen! Dat wordt eigenlijk zo'n heilig muziekje. Echt jammer dat hier geen goede enchantment op zit. De volgende zwaard gaat weer pompoen heten en dat wordt echt zo'n super zwaard. Of hij heet pompoen en het wordt een rotzwaard. Waarschijnlijk hebben we op het eind van deze aflevering nog steeds niet op een varken gereden. Nee, ik ben eventjes wat XP aan het halen. Ik ga een boog en dat noem ik de pompoen schieten, weet ik voor wat. Of die noem ik mupploen. Ah, oh, hoe maak je een visengel met 2 string, 3 sticks. En een wortel? De wortel moet je er later op doen. Oh, dan doe ik het goed, denk ik. Maar hij doet het nog steeds niet. Oh ja, ik heb hem. Als je tegen 3 skeletons moet, dat kan niet meer. Je kunt gewoon niet bij 3 skeletons komen. Auw! Die skeletons zijn gewoon overpowered geworden. Ik kan makkelijk 10 zombies tegelijk aan. Die staan ook op hard, hè? Oh, maar de skeletons doden elkaar wel. Wacht, we hebben ook een zadel nodig. De skeletons hebben elkaar allemaal gedood. Ja, 2 zadels hebben we nodig. Die heb je wel, toch? Kijk in een kist of je zadels kunt vinden. Dat klinkt als een nee. Hoezo? Ik ga eerst mijn hout dumpen. Zie je zadels liggen? Een soort van niet. Misschien liggen ze in de woonkamer. Zomaar even te noemen. Of in een van onze kisten, of bij monster drops. Of weet ik veel waar.
Dan moet je op meneer Snuit gaan. Je moet alleen wel zorgen dat hij terugkomt. Ja, weet je, dat doe ik liever niet, want volgens mij zijn we hem dan zo kwijt. Wordt het een hele episode Catch meneer Snuit. Welk level ben je? Pokémon. 1 XP bal en ik ben 32. Ik heb 2 zadels. Mooi. Ik ben benieuwd wat voor een boog je krijgt. Ja, ik heb al een boog gemaakt. Ik ben XP aan het halen om hem een andere naam te geven. Ik hoop Power E. Andere oh, naam. Weet je al, Power 20, Knockback 20, Fire Aspect 20, Infinity 20. Ik bedoel eigenlijk gewoon Power 3. Gewoon echt zo alleen Infinity 1 of zo. Knockback 2. Of Punch heet dat dan. Maar voor een naam. Ja. Heb je wel geen chance? Nee. Welk level ben je? 32,5. En je weet dat je meer nodig hebt voor een naam? Ja, ongeveer 3 levels, dacht ik. Of 8. 8? Weet ik niet, kijk wel even. 7. Oh, dan kun je me even tp'en? Waarheen? Ik naar jou? Nee, andersom. Ach, ik moet typen. Dat vind ik vervelend, want die tap werkt nooit. Nu, ik vond vroeger had je zo snel... is. Dus ja. Je hebt een beetje wat pijlen. En een beetje diamond armor op. Ja, ook. Ik even een nieuwe diamond armor maken. Ik heb nog een chestplate als je die nodig hebt. Nee, ik heb helm en schoenen. En een helm en een broek nodig. Kan je die van mij maken? Nee, mag jij niet. Wat heb je allemaal nodig? Een helm en een broek. En niet die van jou. 5. Ja, dat kan niet. Dan hebben we nog maar 7 diamanten. Ja, dat is goed genoeg. We moeten diamanten gaan mijnen. Wie zei er nou dat we er veel hadden? Ja, en we hebben trouwens dan nog maar 6 diamanten. Oh nee. Nee, we hebben er dan nog iets, denk ik. Oh. Ja, ik heb 1 broek voor je. En een helm. En een chestplate van mij, die is bijna op. En die kan ik dus geen nieuwe meer maken, dus... Ik heb een protection 4. Laten we protection. Volgende aflevering een beetje gaan mijnen. Of mijnen of lapsen? Kan allebei. Of we gaan timelapsen dat we mijnen. Of we gaan echt gewoon mijnen. Maar we gaan nu... pak je minecart. Ik geef je een... ik geef je items. Mijn equipment. Ik heb een boog enchanter trouwens. Dan kost de naamgeven duurder, hè? Zijn jullie er klaar voor? Welke zal ik nemen? Lange tekst, korte tekst? Ja, ik ga niks zeggen. Als ik nou de boeken naar beneden doe, wat gebeurt er dan? Doe eens. Oh, je loopt. Nee, doe eens. Ja, doe maar weer terug omhoog. Ik kan nu nog maar 16. Wacht even op een goeie. Ja, hoe weet je nou wat goed is? Power 3 Flame 1. Ik ben weg hier. Mensen. Enchant nooit een boog. Level 30. Verdomme zeg. Ik ga er ook een keer in enchanten. Hey, heb je een minecart voor mij? Nee. Hoeveel heb je er? Hey, die voor mij. Hey, Ayato. Wie? Hey, Ayato. Ik tp je wel als ik daar ben, oké? Okay? Oké. Ayato. Ay. Zippo. Oh, PvP set uit. Nee, ja, die pijl die ging door me heen. Komt dat we Minecraft map aan het spelen waren vanmiddag. Ja, daar moest PvP voor uitstaan. Ayato. Ik ga er vandoor. Ik ren achter je aan. En kun je lang rennen. Zie je me? Dit heeft dus wel zin. Het is dus wel sneller dan rennen. Nee, want nu maak je bochten. Op het land kan je gewoon rechtdoor rennen. Moet je altijd alles verpesten? En dan kan je springen en dan ren je harder. Moet je altijd alles verpesten? Ja, zo ben ik. Doe maar niet. Doe maar niet. Gewoon niet doen. Kan ik niks aan doen. Ben je er al? Ik ben er bijna.
laatste gangetje. Weet je hoe lang dit loopt is als je dit loopt, man? Ik zit in het laatste gangetje. En ik zie het eindstation. En er staat nog geen minecart. Ik wil hem trouwens wel terug. Je kunt er ook gewoon eentje uit de kist halen. Misschien is het handig om daar een kist met minecarts neer te zetten. Oh, ik dacht dat we er gewoon altijd een bij ons moesten halen. Ben je er al? Nee. Okay, jawel. Misschien wel. Wat? Misschien wel. Ik zit dat pokken aan te rennen. Oeps. Wat heb je gedaan? Niks. Bram heeft een nieuwe muis gekocht en hij denkt daar eventjes mee helemaal stoer te zijn en ook een snelknop te maken. Ja, ik maar ben bij daar, je. Die is aardig in. Veel mislukt. Nee, ik drukte de verkeerde en dan ging ik Minecraft opstarten. Hij heeft een muis met nieuwe knoppen en dan, wat heeft hij ingesteld? Nou, eentje om Minecraft op te starten. Dat is nou niet echt... Nee, ja, ik ben het al, meeste ik heb wat je op een dag doet. En eentje om mij naar hem te tp'en. En eentje een snelknop, maar die is helemaal mislukt. Nee, die doet het. Minder goed. Hé, hey, Ayato, hè? Ja, dit ding rijdt niet. Pokkenbeest. Ja, die van mij gaat er al vandoor. Hoe moet je hiermee rijden? Gewoon dat ding in je hand houden. Ja, doe ik. Die van mij doet het wel, kijk. Hé. Hey. Ayato, hè? Waar ben jij? Ik kom eraan, gehuppeld. Kom eens langs. Ja, dat varken naast me komt naar me toe. Ayato. Hoe je dat zegt. Hij is nog niet echt heel snel, zo'n varken. Niet schieten. Oh, nou doet hij het. Met poog. Kom, we gaan op cruise. We gaan lekker op tour door het landschap heen. Dit is echt traag. Kijken of we nog iets leuks vinden. We hadden gewoon een varkensfarm moeten maken. En dat geen treinbaan hadden, maar dit. Dit is best wel grappig. Maar het is nu in het begin niet heel traag. Later kan die 5 blokjes per seconde. Maar nu gaat die ongeveer een half, volgens mij. Hoe lang duurt dat, dat die 5 blokjes per seconde gaat? Weet ik niet. Die van mij is nu aan het versnellen. Misschien moet ik een wiet geven. Mijn wortel raakt op. Oh, hij is nu wel echt snel. Godver, ik stapte af. Godver, ik ben in een gat gedonderd. Hey, maar die wortels raken op. Dus dat is... Ja, eet er af en toe van. Ja? Ja. De wortel gaat dan naar beneden. Oeps. Dus er. Ik zag het iemand graven. Ja, ik... ik zit zeg maar vast. We hebben wel onze zadels verspild nu. Ja. Het was geen verspilling. Als we straks gaan graven... Het was een ervaring. Kom, we gaan terug naar huis proberen te rijden, oké? Het is mijn wortel al lang op, man. Kijk hoe hard hij nu gaat. Nou maar. Nou, niet hard. Ik ben die van mij aan het bevrijden. Ik zie het. Oeh. Eruit. Wacht. Ik ga die van mij is weer op topspeed begonnen. Wacht even op mij. Ik kan niet stoppen met dit ding. Die van mij eet heel veel. Kom naar het kasteel. Ja, ik draai nog even een rondje. Die van mij eet heel veel. Dit is echt een dik varken. Hoeveel zou meneer Snuit eten? Nam op. Nee, gewoon hap. Oh, dit is cool. Je kunt ook andere varkens met je meelokken. Als ze langs je lopen, dan gaan ze met je mee. Ik heb nu 3 varkens achter me aan. En gaan die ook zo... Nee, die eten niet, maar die lok je gewoon mee. Hiermee kan ik dus varkens naar het kasteel toe lokken. Ja, mijne blijft vaststaan tegen een blokje. Hey, dat is toch super handig? Dan kunnen we gewoon varkens naar ons huis toe lokken met deze manier. Ja, maar mijn ding gaat... Nou... Nee. Zag je dat? Nee. Jij lokt trouwens ook iemand mee, of 2. Ja, ik loop naast jou. Ik zie het kasteel al. We gaan ze gewoon opsluiten in het kasteel en dan is hij op. Strak plan. Ben je nog voor... Tos? Zie je jou op? Ja. Moet ik ze meelokken? Heb jij nog wortels? Ik heb er expres... Ik heb er speciaal 2 precies gepakt toen.
Je hebt gewoon meer wortels meegenomen. Nee. Jawel. Nee. Jawel. Nee. Kun je dat schaap naar huis brengen? Dit varken? Ja. Zit mevrouw, meneer Snuit? Mevrouw Snuit? Nee, breng hem gewoon naar huis. Helemaal naar huis? Ja. Heb je een minecart voor me? Nee, je moet gewoon even worteltjes gaan halen voor mij. Maar ja, dat zullen we volgende keer doen. Want, Fall damage. Moet hij nou naar huis of naar het kasteel? Dat zien we volgende keer wel. Dit was het. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.